avond, 8 augustus 2002. A State of Trance XXL, aflevering 58. Deur op slot, telefoon uit, schoonmoeder de deur uit. Radio keihard aan, want dit is waar radio voor gemaakt is. 4 uur lang, A State of Trance. ID&T Radio. Ferry Korsten in de studio. Hij is momenteel druk aan het chatten. www.arminvanburen.tk www.arminvanburen.tk. Het is erg gezellig als je persoonlijke vragen voor hem hebt. Je kunt ook een mailtje sturen naar radio@id-t.com. Zoals veel mensen gedaan hebben, ook speciaal voor deze show. Klein beetje vertellen wat er gaat gebeuren. Dit uur gewoon de nieuwste tunes voor je kiezen. Het volgende uur tussen 9 en 10. Ferry Korsten hier in de studio, non-stop in de mix. Zonder onderbrekingen, geen reclame. En dan tussen 10 en 11, zeg maar, een Ferry Korsten special. We hebben een overzicht gemaakt van de meest aangevraagde tracks. Zullen wat persoonlijke mailtjes beantwoorden. En tussen 11 en 12, Armin van Buuren non-stop in de mix. We gaan ook heel veel dingen weggeven. Ik mag 2 keer 2 kaarten weggeven voor Mysteryland. Dat gaan we zo meteen ook doen. Waarschijnlijk al dit uur. Natuurlijk de Tune of the Week ook nog. Kortom, genoeg reden om je radio hier aan te laten. ID&T Radio. Maar het gaat met name natuurlijk om muziek. En heel veel muziek ga je krijgen de komende 4 uur. En dit uur tracks en remixen van Benicio. Benno de Goeie, beter wel te verstaan. Hemstock & Jennings featuring John 00 Fleming. DT8 featuring Roxanne Wild. Jas van Houten, Labworks in Sigma. Open Your Eyes, weet je wel, in de Liquid Live remix. New Energy, Rank 1 remix. Warrior en de Cygnus X Armin van Buuren remix komt ook nog voorbij. Opende de show met een hele originele track. Indigo, alleen de titel was wat minder origineel. Sensation. En dit is die track van Sensation, weet je nog wel. Armin van Buuren featuring Ray Wilson, Yet Another Day. In a State of Trance.
sounds van Benno de Groei op jouw radio, ID&T Radio. 20 minuten over 8, zijn bezig met een 4 uur durende uitzending, State of Trance XXL. Naast mij met zijn linkerarm op het monitorscherm staat Ferry Korsten. Zometeen zoals gezegd, hij non-stop in de mix. En ook alle persoonlijke vragen die je aan hem wil stellen, al vraag je met hen van zijn live, maakt mij niet uit. Radio@id-t.com. Radio@id-t.com. Volgens mij heeft hij ook nog wat weg te geven. Zometeen ga ik ook nog 2x2 kaart van Mysteryland weggeven. En we gaan heel erg veel lekkere muziek draaien. Zoals ik al zei, plaat de achtergrond Benno de Groei. Vooral Benicio, Don't Explain. Er staat ook een harde mix op de B-kant. En daarvoor Armin van Buuren featuring Ray Wilson. Yet Another Day. Originele mix is dit. Het is al in oktober uitgekomen, kan ik je inmiddels melden. And now it's time for a message. A message that will shock. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. En de State of Trance is natuurlijk geen State of Trance zonder een Tune of the Week. Plaat die vorige week ook al draaide. Er werd door heel veel mensen toegezegd van waarom is deze plaat eigenlijk geen Tune of the Week? Ja, waarom eigenlijk niet? Getest op Dance Valley afgelopen zaterdag. Ik heb erg genoten daar. Heel leuk voor de mensen die erbij waren. Jas van Houten. Heaven's Gate in the State of Trance. Tune of the Week. We'll be right back.
State of Trance, jouw donderdagavond, jouw Thursday Night Dance Treatment. Hemstonk en Jennings zijn toch wel behoorlijke namen in de Engelse trance scene, mag je wel zeggen. Hij heeft zich samengevoegd bij DJ, producer en label-eigenaar John Double O Fleming, die Juve Recordings beheert. Samen in de studio gegaan, dat klonk ongeveer zo. En daarvoor de nieuwe Benicio, Don't Explain. En weet waar je het eerst gehoord hebt hier bij ID&T Radio. Alle tracks van deze hele show, en ik moet even Ferry schuin aankijken of hij me wil helpen, maar alle tracks die ik ga draaien in deze show kun je nalezen op www.id-t.com vanaf morgen. En Ferry schudt heftig ja, dus dat mag. We hebben nog een speciale verzoekplaat, Ferry Korsen, de e-mailtjes stromen binnen, maar we zijn ze allemaal aan het verwerken. Radio@id-t.com. En wil jij naar Mysteryland? Stuur mij een e-mailtje of een sms'je met de datum waarop Mysteryland gehouden wordt. Dus welke datum wordt Mysteryland gehouden? Moet niet al te moeilijk zijn, 2x2 kaarten gaan we weggeven. E-mailtje sturen naar radio@id-t.com of een sms'je naar 4411. 4411 en dan spatie radio. Dus TO spatie radio. Dus 4411 to radio. Als jij mij kunt vertellen wanneer Mysteryland is. We're not trying to be the best in dance music. We are. En we gaan verder met de State of Trance. Zometeen nog New Energy, Rank 1 Remix, Warrior en Labworks. Dit is die oude klassieker in Sigma, Open Your Eyes. Geremixed door Liquid Life in the State of Trance.
druk hier in de studio. Dus er komt niet zomaar een persoon binnen. Ferry Korsten is hier. Verschillende mensen om de hoek even komen kijken. Zelfs iemand met champagne binnenkomen lopen. Dat vinden we altijd wel erg prettig hier. New Energy Dreamland. Dat plaat hier een tijdje circuleert. Vandit Recordings. Gere-edit door Rank 1. Nou, volgens mij is het gewoon een remix van Rank 1. Maar ze moesten het een re-edit noemen. En daarvoor in Sigma, Open Your Eyes, Liquid Life Remix, Transcommunication Release. Gaat het binnenkort uitkomen. Dat hadden ze er eentje ontvangen, maar deze was dan gemasterd. En dat is dan beter, zeg maar. Zat afgelopen dinsdag, is ook opgenomen op Ibiza. Gaat ook binnenkort uitgezonden worden hier als non-stop in de mix. Volgende uur, zoals gezegd, Ferry Korsten, non-stop in de mix. Heb je wat aan hem te vragen? Mag ook een hele intieme vraag zijn, hoor. E-mailtje naar radioapstaartje@idmnt.com en wil mij de datum waarop Mysteryland is. Naar radioapstaartje@idmnt.com, want dan kan je erheen. Ik ga 2x2 kaarten weg en zometeen nog 10 minuten. You know it's a fact. For dance music only. This is the place to be. IDMT Radio. EMT Design uit Finland bracht een tijdje geleden Labworks uit en alleen maar een promo. Laatst opgepikt in Engeland door Activation Recordings. En geremixed door Fluid in Motion. The sun is rising. A feeling of love is flowing in my veins. Feels like I'm free. Feels like I'm flying. Into the red, red sun. Over Ibiza. Tonight, Armin van Buuren.
2 minuten voor 9, ID&T Radio. Prachtig rond DT8 featuring Roxanne Wild, Destination. Vocaal is echt verschrikkelijk mooi. Deze week de instrumentaal, volgende week de vocale versie. Maar deze versie al op kippenvel van te krijgen. En daarvoor Labworks, Ibiza Sunrise, Fluid in Motion Remix, Activation Recordings gaat het vinden. Dan zijn we met twee mensen heel erg blij gemaakt. Valentijn uit Eindhoven, jij krijgt 2 kaarten voor Mysteryland 17 augustus 2002 in Amsterdam. En Babs en Dennis Vrijland in Schiedam, jullie gaan ook naar Mysteryland. Persoonlijk contact met jullie opgenomen en ik krijg een kaart zo snel mogelijk thuis. Tegenover mij, Ferry Korsten. Hallo. Hoe is het ermee? Goed. En jou? Ja, heel goed. We staan weer naast elkaar, hè? We staan weer naast elkaar, ja. Ja, joh. Ik ben heel blij dat je eindelijk bent, want we hebben het al een aantal keer over gehad. En iedere keer kwam het er niet van. En nu ben je er toch eindelijk. Het werd wel tijd eigenlijk. Heb je eigenlijk ooit op ID&T Radio gedraaid? Ja, 1 keer. Toen het net was, net was gestart eigenlijk. Het net was begonnen. En je weet dat je verschrikkelijk veel fans hebt. Want het is... Het gaat lekker tekeer op de chatbox en de e-mails stromen binnen. Dus het is goed. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja, leuk is dat. Volgend uur non-stop in de mix. En het uur daarna gaan we een soort van Ferry Korsten special doen. Ja. Wat kunnen we een beetje verwachten? Je hebt de e-mailtjes een beetje gezien die hier heen gestuurd zijn. Ja, ik heb zeg maar de meeste verzoekjes... Klinkt zo lullig, maar die heb ik meegenomen. Ja. Dus daar gaan we gewoon de selectie uit halen. Nog exclusieve dingen? Die draai ik gewoon lekker in mijn eigen set zometeen. Die draait je lekker in je eigen set? Ja, okay. Daar heb ik nog een beetje verborgen. Maar, 1 uur lang, Ferry Korsten zometeen na de reclame non-stop in de mix. Eerst is hier Sickness X Positron in de Armin van Buuren remix. Our ID&T Radio. Dance is what we do best.
komen. Want eerst uur van de State of Trance. Nog 3 uur te gaan. Zometeen na de reclame. Ferry Korsten non-stop in de mix. Ferry Korsten special tussen 10 en 11. En tussen 11 en 12 nog een uur non-stop in de mix. Als je gewend bent van ons iedere week hier bij ID&T Radio. Alle tracks ga je nalezen op www.idmnt.com. Ga daar eens een kijkje nemen. En volgens mij hebben wij het wel verdiend om in de ether te gaan. Steun ons, radioapenstaartje idmnt.com. Met jouw stem voor onze etherfrequentie. Genoeg geluld. Na de boodschappen. Ferry Korsten non-stop in de mix. ID&T Radio. Treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Met nu 1 uur lang non-stop in de mix, Ferry Korsten. I'm gonna go get some more.
TNT Radio. Ferry Korsten, non-stop in de mix.
Station.
trance.
State of Trance, Ferry Corsten, non-stop in de mix.
Het was hem 1 uur Ferry Korsten non-stop in de mix. Nou, lekker gedaan. How you doing? We have a lot of listeners overseas. Thank you very much. We have to do the show in Dutch because it's a Dutch station. But we really appreciate all the listeners overseas. Right after the commercials, East West, The Love I Lost, or... Ayumi Hamasaki connected without the vocals. Without the vocals. En volgende uur meer Ferry Korsten. Hou hem hier. IDLT Radio. Music is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren.
AD&T Radio. Ferry Korsten in de studio. We doen een special over hem in de State of Trance XL. Draai je het beste van Ferry Korsten, zijn persoonlijke favorieten. En de meest aangevraagde heb jij een plaat die je speciaal wil aanvragen van Ferry Korsten. Stuur een mailtje naar radio@id-t.com. En wat hebben we zojuist gehoord, Ferry? Dit was East West. The Love I Lost, dat is zeg maar de werktitel. Ja. Het is eigenlijk Ayumi Hamasaki, Connected. Ja. Ja. Dat is ook de song die bij haar op het album staat. Ja. En voor degene die niet weten wie Ayumi Hamasaki is, klinkt erg Japans, is ook zo. Ja. Is een Japanse grote popheld, heldin. Ja, want Japan, we zijn er zelf een paar keer geweest. 70% van de Japanse markt is zeg maar alleen maar Japanse muziek. Zeg maar, ja. Zoals wij hier René Vroeger kennen, ik noem maar wat. Ja. En Ayumi Hamasaki kun je daar echt ver. Die is groter dan Madonna in Japan. En daar heb jij dus een track voor geproduceerd. Daar heb ik een track samen mee geproduceerd. En dat is dus de track die je net gehoord hebt. Ja. Alleen was dit natuurlijk instrumentale versie. En, Leuk. Ja. Ferry Korsten in de studio. Een klein beetje jouw verhaal. Ik weet natuurlijk zelf heel veel van. Jij bent dus de man achter System F. Ik zie zelf altijd de tijdslijn van trance een beetje beginnen bij het jaar nul. En het jaar nul is voor mij altijd een beetje de dag dat jij Out of Blue maakte. Nou hebben wij heel toevallig ook de man in de studio staan. Inmiddels is hij werkzaam voor een andere platenmaatschappij. Maar de man in de studio staan die destijds datje van jou in ontvangst mocht nemen. En dat wil ik zelf gewoon vanuit mezelf eens vragen. Hoe was dat toen Ferry binnenkwam lopen, Michael? Nou, het mooiste was dat hij het... Hij had het eerst door de telefoon laten horen, dat weet ik nog goed. En daarna ging ik op vakantie. Ja. En tijdens die hele vakantie zat die melodielijn, die je dus nu op de achtergrond hoort... Ja. Die zat in mijn hoofd. En toen belde ik jou op. Ik zeg van, we hebben er één. Ja. We hebben er één. En het mooiste is dat Ferry dus daarna naar de zaak toe kwam. Ja. En nou, je geloof het of niet, maar wij hebben volgens mij met z'n tweeën drie uur lang zitten, die white labels zitten stempelen. Want we wilden het heel obscuur doen, weet je wel. We hadden gewoon alles in de zwarte hoes. Ja. Gebruikte zwarte hoesen zelfs. Ja. En we met een schaar hebben het codenummer eruit zitten krassen. En we hebben met van die rare plakdingetjes een stempel gemaakt, weet je, Out of the Blue. Tune to Blow Your Brains Out of zoiets? Ja, het was Out of the Blue, a Tune to Blow Your Brains Out. Ja, dat zag je toen op een gegeven moment ook in die playlisten voorbij komen. Ja, want deze sound is een sound die nu dus door iedereen gebruikt wordt en iedereen in alle commerciële hitjes. Maar deze sound was toen helemaal nieuw. En dat was echt een soort van een begin voor mijn gevoel, een beetje het begin van de trance. En toen is het verder gegaan. Ja. Ja. Ik heb deze track in 1997 gemaakt. Ja. Toen is die... op de beurs van in Amsterdam, de Medium en de Amsterdamse Amsterdam Dance Event is die zeg maar aangeboden aan allerlei labels. Dat was in 98. Ja. En daar is die hele hype ontstaan en 99 kwam die uit. Dus het heeft een hele tijd geduurd voordat die eigenlijk uitkwam. Ja. En vanaf dat moment is het, allemaal dit soort sound geworden. Dat was mooi. Nick Warren die belde toen op. Dat was de eerste. Nick Warren was de eerste die belde. Ja, Nick Warren is zeg maar de man die nu voor Incentive werkt. Die heeft ook de Prodigy ontdekt. Dus nee, Nick Warren is de andere helft van de Way Out West. Oh, sorry. Ik ben in de war met iemand anders. Maar goed, ja. Hey, je gaat ook nog wat weggeven, begrepen? Ik ga wat weggeven. Ik ga sowieso, heb ik drie Ferry Korsten World Tours CD's weg te geven. Ja, leuk. Maar daar moet je wel wat voor doen. Ja? Daar heb ik een vraag voor. Ja? Wat is de naam van mijn platenlabel? Wat is de naam van Ferry Korsten's platenlabel? Mail het naar radioapenstaartje-id-t.com of sms het naar 4411. Dus sms naar 4411. En dan moet je even beginnen met To-Radio. Dus To-Radio. Als jij mij kan vertellen wat de naam is van Ferry Korsten's label, maak kans op een van Ferry Korsten's drie cd's van de World Tour, mag ik wel zeggen. En we hebben weer wat bijzonders klaar liggen volgens mij. Ja, ik heb op verzoek van Japan, zeg maar, heb ik daar een remix voor moeten maken van Out of the Blue. Ja. Met de naam Out of the Blue 2002. En die wordt in principe niet gereleased hier. Dus, maar we gaan gewoon afwachten wat alle reacties worden. Als dat goed blijkt te zijn, dan... dan gaan we kijken of we als nog release hier. Maar in principe niet. Dus vrij speciaal dit. Exclusief in de State of Trance, Ferry Korsten, Out of Blue 2002. ID&T. The name is new. The station isn't. ID&T Radio.
AD&T Radio. We zijn bezig met een special over Ferry Corsten. Speciale ongereleased tracks, nieuwe remixen en zijn grootste successen. Plus een beetje zijn levensverhaal, mag ik wel zeggen. Klinkt spannend. Klinkt spannend. Erg gezellig om je in de studio te hebben. Ik hoop, en dat zeg ik hierbij gewoon recht uit mijn hart, dat je wat vaker langs wil komen. Absoluut. Om gewoon na de State of Trance gewoon twee, want het is ja, mensen, ja, je bent gewoon beroemd. Zullen we maar gewoon zo zeggen. Vind je leuk? Nee, ik moet vaker langskomen. Dat vind ik, ik vind het erg leuk dit. Oké, absoluut. Top. Hartstikke leuk. Hey, trek op de achtergrond. Is Solstice en staat op het album? Dat staat op Ferry Corsten of het System F album. Ja. Out of the Blue. Wordt ook de nieuwe single. Ja. Na Needle Juice staat al gepland. En we zien het wel weer. Dit was ook een van de meest aangevraagde tracks. In ieder geval, even kijken. Dan moet ik even zoeken, want ik heb een vreselijke lijst hier uitgeprint. Kim Gabrielsen had deze onder andere aangevraagd. Even kijken, heb je nog meer? Ja, god. Je hebt echt ongelooflijk veel. Weet jij hoeveel remakes heb je nou gedaan in je leven? Ik zou het niet weten. Ik ben het wel kwijt. Ik heb wel, er was stiekem op je website geweest. Vertel nog één keer het webadres. www.ferrykorsten.org. .org, ja. En je hebt ook een onofficiële website, zag ik? Ja, dat is ferrykorsten.com. Ferrykorsten.com. Ja. Oké. Ligaia, het verhaal daarachter. Het verhaal achter Ligaia is... er moest een nieuwe Gurriella komen, want er waren zoveel fans die, die op mijn website stonden van... God, waar blijft hij nou? We hebben Tensie gehad en dat is alweer een jaar geleden. Ja. Dus ik had echt iets van, mensen willen graag een nieuwe Gurriella horen. Helaas konden Chesto en ik niet de tijd samen vinden om, om de studio in te gaan. Dus we hebben afgesproken dat ik alleen verder ga. Ja, oké. Okay. Maar niet helemaal alleen, volgens mij. Niet helemaal alleen. In principe zonder Chesto verder gaan. Ja. Het leuke met Ligaia is dat ik het geschreven heb met... Het originele thema is zeg maar geschreven door John Eubank. Ja. En dat is wel grappig verhaal, want dat is de man achter Marco Borsato. Ja, je weet het ja. Ja. Dus die heeft het klassieke stuk geschreven. Ja. Dus het komt niet uit een film. Het is geen oud klassiek stuk. Het is gewoon opnieuw geschreven. Een nieuw geschreven klassiek stuk. Leuk. Door John Eubank. Ja, die zal leuke Buma Stemra afrekeningen hebben, denk ik. Ja, daar ben ik wel goed jaloers op, denk ik. Maar, maar goed, in de productie heb ik zelf verder voor mijn rekening genomen. Ja. En wie weet wat de volgende Gurriella wordt. Dat kan ik zijn met weer iemand anders. Of dat kan alleen ik zijn. Of misschien wel weer met Chesto, wie weet. Ja, ik vond Gurriella altijd meer Ferry Corsten, omdat het bij jou altijd in de studio is gemaakt. En goed, nou zal Chesto ongetwijfeld wel een grote hand in gehad hebben. Ja. Nog even de prijsvraag die we hebben uitgeschreven. Je gaat 3 Ferry Corsten World Tour CD's weggeven als je... Nou, zeg het zelf maar. Als je de naam weet van mijn platenlabel. Zijn eigen platenlabel. Het is een heel bekend label. Ongetwijfeld hebben de mensen die luisteren naar dit programma er eentje in hun bak staan. Je kan winnen een van Ferry Corsten's World Tour CD's. Als je nu een mailtje stuurt naar radioapenstaartje.id-t.com met het juiste antwoord en je adres. Dat is ook wel handig. Of stuur een sms'je naar 4411. Dus 4411. En dan moet je er even bij zetten, toe, spatie radio. En dan komt hij automatisch binnen. Nog even wat vragen, want we moeten gewoon het hemd van je lijf vragen. Vegard El Slatum, moet ik zeggen, uit Noorwegen. Vond ik wel leuk. Die zei, what is the best party or place you have ever played? Ja, dat zijn van die vragen, dan sla ik gelijk dicht. Ja, dat heb ik ook. dat slaan we die gewoon over. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat er toch wel iets mij bij is gebleven is toch wel in Israël. Ja. In Tel Aviv, in de Pacha, dat is op het strand, 4000 man in de buitenlucht. Ja, en dan komt de zon op. En dan heb je een plaats als... Moonman. Dit op de achtergrond. Eigenlijk zonde dat we hier overheen lullen, hè? Eigenlijk wel, maar dan zitten we die hele avond. Ja, uiteindelijk zitten we met zakdoekjes hier, dat schiet ook niet op. Maar in ieder geval, dat is iets waanzinnigs. Mijn tours in Australië zijn te gek geweest. Het is gewoon heel moeilijk om zeg maar één plaats, één plek, één tijd te zeggen. Dat is niet mogelijk. Deze plaat is voor jou een beetje de doorbraak geweest ook in Engeland? Was voor mij je eerste succes dit? Nou, dit is eigenlijk de B-kant van Don't Be Afraid. Ja. Van de eerste Moonman single. Ja. En deze is later nog een keer gereleased als single. Ja. Maar ja, dat heeft wel voor mij echt diepe herinneringen dit. Leuk. Ja. Carlo de Smet vraagt, hoe start je met het maken van een nieuw nummer? Is het één geluidje waar je nummer omheen bouwt? Voor mij
iedereen werkt wel anders eigenlijk. Maar ik zelf, ik ben altijd op zoek naar melodieën en arrangementen eigenlijk als eerste. Ja. Dus ja, als je dat als één geluidje ziet, dan ja, voor mij wel. Een goed voorbeeld is gewoon punk. Ja. Ik had dat riffje, dat melodietje, en daar heb ik de hele track omheen gebouwd. Mm-hmm. Dat voelde gelijk zo. Ja. Dus ik weet niet hoe jij werkt, maar ja. Ja, het begint iedere keer anders, denk ik. Ik laat me ook wel eens inspireren door een goede groove. En ik heb juist zien werken, dus ja, ik weet gewoon een beetje hoe het is. Maar inderdaad, wat je zegt, iedere track is weer anders. Ik denk voor mij ben jij een beetje de meester van de thema's. Van de euforische, handen omhoog, handen in de lucht thema's. Handen omhoog thema's. Nou, Don goed. Herman uit Los Angeles vraagt: what do you think of dance music scene in America as compared to Europe? Want Amerika ligt ook aan jouw voeten. Er zijn inmiddels een aantal mensen uit Europa en Amerika aan het veroveren. Jij ook. Wat is het verschil tussen Europa en Amerika? Het grote verschil is dat Amerika net deze sound ontdekt heeft. America is just new. We have a lot of listeners overseas. Ja. We would like to salute them all. We really appreciate all the fans that are listening through the internet at the moment. We have the webcam on. You can join us on the chat on the www.arminvanburen.tk, and the people are listening to www.id-t.com. Another question: do you feel the same energies from the crowds here in America? Here in America, so in Nederland and in America. I think The crowd in America is really fresh. You know, this music is there. It's just there for like the last year and a half. Yeah. So you can really see that they really experience this as a total new thing. Yep. Where we have parties already with like 40,000 people for 7 years for like Dance Valley or Mysteryland. You know. Are you going over to America a lot in the coming time? Yeah, I got my tour there. That's gonna be in October, which is also gonna be Canada. Mm-hmm. After that, I go to Australia and New Zealand, and from there I'm going to Asia. So we're a bunch of fucking lucky bastards, aren't we? Fucking lucky bastards. Lucky bastard. One more from Don Herman at Los Angeles. How do you feel about your music being downloaded for free on MP3? Hoe denk jij over MP3's? MP3's suck. Laten we heel duidelijk zijn. Ik bedoel, voor elke plaat die dus gereleased wordt, ja, krijgt de producer daar gewoon een klein aandeel van. Ja. Het zij in de vorm van royalties per verkochte plaat, het zij via copyrights. Ja. Als je MP3's doet, komt daar gewoon niks van terecht. Nee. Met gevolg dat, dan ga ik heel dramatisch doen. Maar het gevolg dat, ja, dat is de inkomen van een producer. Ja. Willen mensen dat er gewoon nieuwe tunes blijven komen, ja, dan moet je gewoon kappen met MP3's en ga gewoon in de winkel. Mm-hmm. Als je die plaat niet kan vinden, dan is er een hele goede oplossing. Dan heb je altijd dancegrooves.com. Ja. Waar je gewoon alles wat je zoekt van dance artiesten, ja, kan je daar gewoon via internet bestellen. Dat klopt. Maar het is toch ook zo dat door het downloaden, ja, je een stuk populairder bent, zeg maar. Tuurlijk, het heeft twee kanten, maar ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij. Dat geldt voor de hele muziekindustrie. Mm-hmm. Het geldt niet alleen voor dancemuziek. Het geldt echt voor de hele muziekindustrie. En ja, het is gewoon een heel moeilijk probleem. Want er zijn natuurlijk een paar wetten die het verbieden om MP3 downloads weer te verbieden. Ja, klopt. Dus ja, het werkt elkaar allemaal tegen. En ja, we moeten maar doen met wat we hebben. Klopt. Ja. Ja, ja. Ja, ik weet, ja, ik zit jou aan te kijken. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Ja. Ik zit jou aan te kijken. Ik zie ook dat kindertje van jou half trillen zo. Van, er komt elk moment een traan. Nou, het is gewoon zo. Dat als je de aantallen van compilaties ziet. Kijk, die van ons zijn gewoon heel goed. Maar had je dat 5 jaar geleden gedaan, dan was het natuurlijk nog ja, het zijn goede aantallen, maar... Maar goed, ja, ik weet wat je bedoelt. We houden erover op. We gaan verder. Precies, we gaan verder. Weer een klassieker. Dit is ook een van jouw persoonlijke favorieten, begrijp ik? Ja, ik kreeg een aanvraag voor een plaat om te remixen. En dat is al iets van 4-5 jaar geleden. En ik ging naar die track luisteren en daar zat zo'n mooie vrouwelijke stem in. Yeah. En toen was ik meteen verliefd. Vanaf dat hier, Ferry Corsten special. Ja, zeg het zelf maar. Anomaly, Calling Your Name. Calling your name, calling your name.
tracks in a row. Possible. Nou, we werden er even stil van, zeg. Want dat is echt een klassieker, hè? Dat was weer eens wat anders. Nog één keer de titel? Anomaly, Calling Your Name, Ferry Corsten remix. Oké, okay, goed. Nou, we zijn nog 10 minuten voor het einde verwijderd van deze Ferry Corsten special. Luister naar ID&T Radio. Ja, we zouden zo nog 2 uur aan kunnen plakken. Ja, nou ja, zo, volgende keer. Deel 2 van Ferry Corsten special. To be continued. Je kan nog even de kans om de prijsvraag. Ik zal nog één keer zeggen. SMS naar 4411. Dus 4411 als jij een van Ferry Corsten's World Tour CD's wil winnen. En zet daar even in wat de naam is van Ferry Corsten's label. En als je goed geluisterd hebt, dan moet je dat weten. En zet daar even bij. Doe spatie radio. En dan komt hij automatisch hier. Of stuur gewoon een e-mailtje naar radioapstaartjeid-t.com. Dus radioapstaartjeid-t.com. Ik heb nog één andere prijs weg te geven. Oh, oh. Okay. Voordat hij uitkomt. Ja. De eerste week van september heb ik 2 white labels weggegeven van Gurriella Ligaya. Oeh! ik denk dat er nu een paar mensen helemaal gek worden. Oké. Okay. Gaan we daar een aparte vraag voor? We gaan even lullig doen. Ja. Wat is de volledige naam van de officiële, dus niet de onofficiële, de officiële Ferry Corsten website? Dus wat is de volledige naam van de officiële Ferry Corsten website? Compleet met www. Oké. En mail het naar radioapstaartjeid-t.com en Ferry Jekkie zelf de winnaars uit, toch? Ja, ik pik er 2 uit. Oké, goed. En we gaan nog, we hebben niet meer zo lang. En nog 1 vraag voor je, vond ik zelf wel leuk. Van Daza, Clubbed Up Daz, ja, die kennen we allemaal. Het is een, zeker op de website www.armenvanburen.tk is het een grote bekende. En ook Robert die hier midden in de studio zit, Natasja is een grote bekende. De vaste luisteraar van de State of Friends weet wie die is. En die wilde vragen, how does it feel like to be married now? Weinig verschil moet ik zeggen. Weinig verschil. Er zit alleen die ring om mijn vinger. En die wordt wel eens wat strakker als ik naar andere vrouwen kijk. Maar daar blijft het dan ook bij. niet te eerlijk, hè? Nee hoor. Het is gewoon een... Het is een lekker gevoel. Ja, absoluut. Ik bedoel, zeker wat Lia en ik hebben moeten doorstaan, zeg maar. Zij is Filipijns en zij komt ook uit Filipijnen, dus... Jij hebt haar daar alleen kennen tijdens je draaibeurt, hè? Niet tijdens mijn draai, maar eigenlijk een paar dagen daarna. En toen heb ik haar daar ontmoet en dat was gelijk bom. Leuk hoor. Ja, en met alle gevolgen van dien dat ik dus om de 6 weken vorig jaar... want ze ging toen naar Singapore voor een jaar. Ja. Ik vloog dus om de 6 weken naar Singapore. Oh, dan heb je een hoop flyer miles dan. Flyer miles en een lege portemonnee. Maar goed. kom op. Je hebt er wat voor over. En dit is het resultaat. En het voelt goed. We kunnen nog 2 platen doen voor het einde van het uur. Het spijt me echt verschrikkelijk voor alle mensen die hebben ingestuurd. Ik zal nog even wat mensen dingen opnoemen. Corine wilde Blank & Jones over Flying to the Moon. Carlo de Smet, Gurriella, Valhalla, Moonman, Galaxia en Vimana We Came. El Zappo, System F Solstice, die hebben net gedraaid. East West, Love I Lost, Veracocha, Carte Blanche, Moonman, Galaxia
Albion Air, William Orbit, Barbara Dodger for Strings, Vincent de Moor, Orion City en U2 New Year's Day. Want je hebt ook nog U2 geremixed in je carrière. Dat klopt, ja. Ario wilde System F Elevate horen, Every Gorilla Tune en Star Party I'm in Love. Dennis Zian, Robert Good, Roger Good in the Beginning. Marjolein en Sander Punk, nou die hoort op de achtergrond. Lolo, ja, dat was onze eerste gast in State of Trance XL. Die wilde Albion Air horen, dat was een van zijn favorieten. Hij heeft een track gehoord die er vlakbij kwam. En dat was dus Anomaly. Ja, precies. Dus, ja, komt in de buurt. Wouter Stevens ook Albion Air, Moomin, Galaxia, Guyella, Valhalla. Ja, we hebben er helaas geen tijd voor. Thijs Ploegmakers, Tellurians en The Navigator. En wow. Vraag of er ooit nog een opvolger komt. Dat denk ik niet. Oké. Saskia, Ransom My Dance en Roger Good. Antoni Miloslavski, System F Solstice. Steven Kerr, System F Elevate. En Stefan Wu, System F Needlejuice. Ja, de lijst gaat echt door, maar we hebben er helaas geen tijd voor. Maar jij hebt twee platen gekozen die je nog gaat draaien. Zal ik ze overklappen of niet? Ja, wat jij wil. Ja, joh. Het is een beetje jouw show, dus. Nou, dan verklap ik ze. En dan zeg ik daarna gewoon vrolijk gedag. Ja. En dan moeten we maar een nieuwe datum prikken. Dan prikken we maar een nieuwe datum voor vervolg. Ja. Oké, vind ik wel een goed idee. Ik ga beginnen met Barbara's Adagio for Strings. William Orbit. En dan natuurlijk mijn remix. En dan mix ik hem gewoon door naar Vera Kotja Kortbansch. Die heb je gemaakt met? Vincent de Moor. Oké, komt-ie. You know it's a fact. For dance music only. This is the place to be. IDNT Radio. We'll be right back.
Dit is waar radio voor gemaakt is. Dit is wat alle commerciële radiostations in Nederland vergeten. De dikke vinger naar hun. ID&T Radio doet het gewoon. Een uur lang Ferry Korsten special. En nu mag ik aannemen dat die dikke vinger dan niet de duim is, hè? Nee, de dikke vinger. Ja, ja. Maar waarom denk je dat ik hier heel belangeloos het radioprogramma iedere week in elkaar sta? Precies. En wat heel leuk dat je in de studio was. Ja, helaas leuk. Hebben we niet al je tracks kunnen draaien, maar je hebt beloofd weer een keer terug te komen. Dus absoluut. Daar ga ik je absoluut aan houden. Ja, weet je. We hebben nog een aantal dingen af te handelen voordat ik non-stop in de mix ga. En jij gaat dan inmiddels fijn weer naar huis. Je hebt de winnaars bij je van de prijsvragen. Ik heb ze voor me, ja. En, ga je gang. Het was moeilijk, want het waren natuurlijk een heleboel mensen die er hadden gereageerd. Bedankt daarvoor. Ja, zoals ik al zei, het zijn er 3 voor de cd en 2 voor Guriella. Ik begin met de cd. Ja. Dat is Ron Kessels uit Nederweert. Ja. En de volgende is Stefan van den Berg uit Drunen. En Bob Wijs uit Berkel en Roderijs. Dat is thuis vlak bij mij. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie krijgen een cd. Ja. Helemaal top. Oké. Okay. Dus gefeliciteerd daarmee. En dan hebben we natuurlijk nog Guriella. Ja, de lead guy, ja. Jullie krijgen een white label thuis gestuurd. En jullie zijn Matthijs Meesters uit Wezep. Ja. En Suzanne Appelman uit Heerhurenwaard. Nou, allemaal hartelijk gefeliciteerd. Ferry Korsten in de studio. Ja, heb jij nog wat toe te voegen? Wat gaat er binnenkort uitkomen? Sowieso Liga natuurlijk. Ja. De volgende single na Needle Juice, dat wordt Solstice voor System F. Ja. Verder heb ik een aantal remix opdrachtjes liggen. Ah wat? Vertel. Ja, het is nog niet helemaal zeker, dus ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar ja, ik ben druk bezig met een System F album voor Japan, maar dat komt ook hierheen. Ja. En ik ben druk bezig met Ferry Korsten album. Ferry Korsten album. En dat houdt ook in de volgende single, in de opvolging van Punk. Is er al een opvolger van Punk? Ik ben druk bezig. Ja. Je bent druk bezig? Ik ben druk bezig. Dus hierna duik jij meteen de studio weer in? Ja, heel snel. En je draait iedere week op Ibiza voor... Klopt. Judgment Sunday. Judgment Sunday in Eden, elke zondagavond in San Antonio. En dit weekend draai je op Fast Food Dance Raid. Je hebt je eigen truc daar. Klopt. En op het eindfeest draaien. Ook dat. Mysteryland kun je Ferry Korsten zien in de Matrix binnenkort. En waar nog meer? Lovefields zondag. Lovefields. En dan is mijn hoofd even leeg. Zijn wij een beetje op. Ja. Oké, State of Trance XL gaat zo meteen zijn laatste uur in. Hou hem hier voor nog meer teringherrie. ID&T Radio. ID&T Radio. Music is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Non-stop in the mix with Armin van Buuren.
We'll be right back.
Van Buren.
En dat was een State of Trance, aflevering 58, 4 uur lang, XXL, gast Ferry Korsten in de studio. En voor degenen die het volgehouden hebben, hartelijk dank voor het luisteren, zou ik maar zeggen. Even de tracklisting van het laatste uur doornemen. JP, Parika, Tekka heet de track. De tweede plaat, Force Mass Motion, Release Me. De derde track was GTR, Flute Control, op Influential. Pulsar Cloudwalking was natuurlijk nummer 4, Beat Pusher en Outtune of the Week. Nummer 5, Fingers Burnt, For the Devil, Hellside, natuurlijk een absolute rip-off en een bootleg van Paul van Dijk's For an Angel. Nummer 6, Mantaka, Lost in a Dream, Push Transcendental Remix. Vind je onder andere op Nucleus, maar op verschillende andere labels. Zijn de plaat Kanzai, die nog steeds geen titel heeft, wel contact gehad met Paul van Platypus en die zegt dat er binnenkort een titel komt en een remix. Nummer 8, Kalo, What's Wrong, Nucleus Recordings. En de laatste plaat was The Warrior Drama. Het weekend fast forward, een beetje bidden voor mooi weer, dat is het enige. Hoop je ze daar sowieso te zien of anders op Mysteryland een week later. Of op Love Fields natuurlijk. Of op diverse andere feesten waar je heen gaat. Heel veel plezier dit weekend. Laat je achter met de briljante remix van John Double Fleming. Van Café Del Mar. Ferry Korsten heeft beloofd dat hij terugkomt. Dat gaat hij zeker doen. Over een maand in de State of Trance XL met iemand met een Kid Vicious. En die zal je ook verbazen, denk ik. Volgende week een verse State of Trance live vanuit Amsterdam. Zoals iedere week hier bij IDNT Radio. Er is me niets anders dan je een ontzettend fijn weekend en een hele fijne nacht toe te wensen. En ik zie je volgende week. Hoi.
to be more than all the others offer you. Then this is the answer. Music.